Ja, we gaan beginnen. Day One is natuurlijk niet alleen maar sporten, maar ook lifestyle en daar hoort koken bij. En dat gaan we doen met Hugo. Ja. Hugo gaat gerechten maken binnen 10 minuten real time. Schoot je olie in de pan. Snij hem altijd met een nerf mee. Hak het in de pan. We maken Jade overnemen. 10 minuten real time gaan we nakoken. Kom op joh, ui. Er komt nu niks uit, Jay. Oh, ik doe het de verkeerde kant op. Je doet het de verkeerde kant op. Lukt het hem? Top. Ben ik de Sjaak. Lukt het hem niet? Nog beter, hij de Sjaak. Ik moet aan de tabasco. Nee jongens, stop! Dit is een theelepel. Stop! En de kans dat ik het ga redden is erg klein, aangezien hij alle gerechten verzint. Oké, Hugo. Ja, we gaan beginnen. Toch een beetje spijt van al. Natuurlijk heb je er spijt van. Ja, man. Maar wat gaan we vandaag maken? Nou, ik wil een Sloppy Joe maken. Een Sloppy J eigenlijk, want dat is jouw variatie. Ja. En dat is een beetje het streetfood broodje in Amerika. Super simpel, super gezond. Ja. Heel een beetje kaas om, voor de rest is het gewoon Griekse yoghurt. Natuurlijke ingrediënten. Lekker broodje dat je net na het trainen denkt van, ik heb geen zin om lang te koken. Want het duurt maar 10 minuten. Het duurt maar 10 minuten. En dat is de gimmick hier. 10 minuten. Oké, maar we gaan dus in 10 minuten maken. Ja. Ik wil ook dat de mensen thuis echt weten van, hey, dit is real, dit is echt. Dus ja, er gaat ook een klok in beeld lopen. Het is echt de eerste keer dat het, volgens mij, in ieder geval Nederlandse televisie, maar misschien zelfs wereldwijd, dat het in real time gaat gebeuren ook. Dus we gaan real time nu iets maken. Ja. Maar het is wel zo dat ik het daarna moet gaan proberen. Ja, maar ik vind dan wel dat er een tegenprestatie moet komen, want ik zet mijn geloofwaardigheid eventueel op het spel. Ik bedoel, ja. Ik wil dat jij ook iets gaat doen. Daar heb je gelijk in. Dus heb ik wat bedacht. Ik ga na jou ga ik proberen hetzelfde gerecht te maken. In 10 minuten. In 10 minuten. En als me dat niet lukt, dan moet ik een eetlepel van de heetste tabasco nemen die er is. En als het wel lukt? En als het wel lukt, ja, dan is het heel simpel. Dan moet jij dat doen. Dus welkom bij... een kookprogramma vol met chaos. Kijk eens. Ja, we gaan real time gaan we. Dus als ik zeg dat de tijd ingaat, Huug. Ja, wacht eventjes, hè. Heb je 10 minuten. Oké, okay, ik sta klaar. Oké, 3, 2, 1, die gaan nu in. Oké. Begin even een beetje met een basis. Beetje basis. Uitje. Wat is een beetje basis? Waar moet je altijd op letten als je gaat koken? Nou, je moet gewoon, het begin is eigenlijk het belangrijkste. Dus ja? Dat je een mooie mirepoix, dus een mooie basis in je pan hebt. Dat is dat gaan we nu al, heb ik vertraagd. Hij heeft nu al stress. Ik heb vertraging op de ui nu al. Wil je ook nog tips tussendoor? Ik wil heel graag tips tussendoor. Oké, als je traanogen, weet je wel, met ui krijg je wel eens traanogen. Ja. Snij hem altijd met een nerf mee, een nat mes gebruiken of water in je mond. Nat mes of water in je mond? En dan ga je niet janken bij het. Nee, bij die etherische olie plakken dan aan het mes vast. Oké. De eerste minuut. Oh nee, 30 seconden zijn voorbij. Echt? No pressure. Nee, ik moet anders nog doen. Dit moet jij openmaken nu. Ik maak dit, want ik heb ook wel een soort van functie. Oké, kijk eens. Hartstikke idee. Scheutje olie in de pan. Een scheutje olie? Ja. Een scheutje olie is dus echt gewoon zo. Hop, dat is een scheutje. Een mooi scheutje. Dat is een goed scheutje. Hartstikke idee. Oké, maar waarom heb je dit gerecht gekozen om te maken? Omdat ik Sloppy Joe heel grappig vond, omdat dat Sloppy J kon heten. Nou, dat is dus waarom we dit gerecht hebben gekozen. Maar vergeet niet dat het ook redelijk gezond is. Het is echt lekker. Het is echt gezond, het is lekker. Het is wat anders. Ja. Ik hou er wel van om zeg maar streetfood te eten. Omdat het snel is, makkelijk, gezond. En vooral gewoon echt super lekker. Ja. Ik bedoel, ik ben echt niet de kok die alleen maar zegt, alles moet gezond. Hier zit eigenlijk ook wat blauwe kaas doorheen en zo. Dat is dan niet per se heel goed voor de lijn, maar ja, het is wel natuurlijk. Precies. Ja, en ik wou dit heel graag doen, omdat mensen aan mij vroegen van, hey Jay, we willen ook wat met eten. En toen dacht ik, ja, ik kan wel standaard voedingstips gaan geven. Maar het is leuker om recepten te maken, te laten zien. Schaam jij je als ik nou vertel wat je mij hebt verteld? Nee. Nee, mag ik alles zeggen wat je mij ooit hebt verteld? Gehakt het in de pan, daarbij gaat de mirepoix meteen. Ja. Mag ik het vertellen of niet? Ja. Jay, de ouders van Jay, hebben we fucking een restaurant gehad. Oh, ga niet dat zeggen. En deze man kan dus niet koken. Maar hoe dan? Ik kan nul koken. Ja, maar dat gaat me echt te ver. Mag ik dat één keer proberen? Tuurlijk. Hé, wat een idee. Hey, het probleem is dus dat mijn ouders 13 jaar een restaurant hebben gehad en dat ik niet kan koken. Dat is toch erg? Ja, dat is vooral best wel gênant. Ja. Even serieus. Maar daarom vind ik dit wel een leuke challenge, want hierdoor kan ik straks dus misschien wel koken.
Ja, nou, daar gaan we vanuit, toch? Wat is de kans dat ik dit ga halen straks in 10 minuten? Dit gerechtje is, dat gaat jou lukken. Ja? En daar baal ik van. Oh. Ik doe er op het laatste moment pas knoflook bij. Ja. Als je knoflook gaat bakken namelijk. Als je hem te lang bakt, wordt hij bitter. Gaan we ook niet te fijn doen. Mm-hmm. Kijk, als je hem koud bereidt in sauzen, ja? Nou, dan doe ik hem gewoon persen. Nu doe ik hem in stukjes, want dan blijft hij wat mooier intact. Geeft hij meer en langer smaak af. Maar het ruikt wel heel lekker nu, hè? Beetje zout erbij doen? Ja, dat doe ik wel. Tuurlijk, Jay. Moet ik alles doen? Hoe doe ik dit? Dit gaat als jij niet eens een zoutmolen kan, Jay. What the fuck? Hé, hey, even serieus. Zo. Peper. Ja. Ondertussen heb ik Italiaanse bollen. Daar komt het op de sloppy joe. Daar gebruik je brood voor. Dat kan alles. Maar ik vind een Italiaanse bol lekker. Gaan even in de oven. Ja. Italiaanse bollen even in de oven. Doe ik nog even, zodat ik heel goed kan koken. Hopsiekidee. Ik zal er eentje voor jou bewaren, dan. Ja. Dit wordt de basis van je sloppy joe. Maar nu komt het. De sloppy joe heet zo. Ja. Sloppy, slobberig, door de saus. Ja. Dat bestaat uit Griekse yoghurt. Griekse yoghurt. De zest van een citroen. De zest, wat is de zest? De buitenkant van de citroen. En dan moet je echt alleen, je ziet ook dat ik hem heel snel doorrol, echt alleen het geel. Dat witte is bitter. Okay. Dus je wil echt alleen die mooie buitenkant hebben. Dus de buitenkant van een citroen is niet zo bitter als het witte? Nee, helemaal niet. Oh. Daar zitten de meeste smaken, de meeste etherische oliën. Ja. Het is ook brandbaar, als je dit bij het vuur doet, krijg je ook echt vonkjes. Dus lekker wat oliën, ook de sap. Een gemiddeld persoon, hoe lang doet hij erover om dit te maken, denk je? Nou, een kwartiertje moet iedereen het halen. Dat denk ik wel. Okay. Maar ik moet er niet zo'n grote bek hebben, want ik moet het eerst nog bewijzen. Ja, dat is mooi, hè? Dan gaat er wat. Ja, dat vind ik dan wel, dat is altijd, blauwe kaas moet ik altijd even aan wennen. Ik ook. Ik ben zelf daar, in het begin was ik ook geen voorstander van, maar door te mengen met die zure yoghurt, citroen er doorheen, zwak je hem wat af. Oké, ik wil niet zeggen dat je weinig tijd nog hebt. Maar ik zie dat er nog maar 5 minuten is. Dus we hebben al de helft. Zijn we al over? Waar zijn we aan begonnen? Oh mijn god. Nou ja, waar ben ik aan begonnen? Ja, maar dat is nog erger, want ik moet het zo meteen ook zelf doen. En als jij nu al. Ik ga gewoon door. Ga jij maar lullen. Oké. Okay. Ja, als ik het dus nu. De kans dat ik het dan ga halen is natuurlijk niet super realistisch. Jawel. Kom op, je moet niet nu al opgeven, zeg. Nee. Ho. Niemand heeft iets gezegd over opgeven. Bieslook gaat er doorheen, het is namelijk een beetje ui, het is een ui gewassen. Ja. Dus dat geeft een beetje het frisse ook aan die saus, een beetje het volle eraan, lekker. Ja. Dus dan heb je het zuur van de citroen, het zuur van die yoghurt, het volle van die kaas, het frisse van die bieslook. Oké, dat is klaar. Je maakt er wel echt een zooi van. Ja, maar dat doe jij opruimen toch? Ja. Dat was de deal. Als ik verlies, ruim ik ook nog op. Okay. Ik maak mezelf kapot nu. Deal. Hoe is het nu als tv-kok ineens? Want dan, je kan niet meer zo even meer gerechtjes maken, neem ik aan, thuis, toch? Of maak je thuis toch ook wel hele simpele dingen? Het rare is, en dat vind ik echt stom, vrienden, kennissen, whatever, die durven niet meer van mij te koken. Dan zeggen ze, ja, maar je bent wel kritisch, je bent tv-kok. Nou, dat is echt bullshit. Ik vind een goede stampot super simpel, daar maak je mij echt blij mee. Die mensen denken ook dat ik iedere dag sterrenvoet en dat maak ik me voor mezelf. Ik hou ook gewoon van een simpele pasta. Van een simpele sloppy joe die je binnen 15 minuten zelf thuis kan maken. Absoluut. De andere helft van die ui, dus voor jou, Jay, in dunne ringetjes. Dunne ringetjes. Die komt er straks gewoon een beetje als garnering op. Oké. Okay. Ik weet nu al eigenlijk de volgorde, bijna niet meer. Echt niet? Nee. Nou. Hoe lang heb ik nog? Ik moet echt even time management. Je hebt nog 3 minuten. Geen stress. Hop, broodje. Gaan we. Sloppy Joe. Het ziet er wel. Het ruikt verschrikkelijk lekker. Het ruikt echt goed. Vergeet niet dat dit real time is. Nee, dat vergeet ik niet. Had ik dat al gezegd? Oh, enkel. Dat doe ik niet. Wat zoek je? Ja, iets van een. Ik ga rennen, wacht. Paniek in de tent. Nee, dat komt goed. Nee, niet echt. Oké, dan ga ik ondertussen door. Kijk, hop, dat heb ik weer goed gedaan. Zoek een bordje. Ik zoek een bordje. Oh, hier. Ja? Oh ja, hier is het bord. Vind je deze leuk? Ja, die is heel mooi. Vind je die heel mooi? Ja, vind ik heel mooi. Zet hem even hier neer. Ja? We gaan hem opmaken, jongen. Dat gaan we al. Let op. Ja. Oh, we zijn nog bij de opmaak. Denk je dat ik een risico loop met Tabasco? Dit kan iedereen dus makkelijk thuis maken, zo in principe. Nou ja, makkelijk.
Laat ik niet te vroeg praten. Heerlijke basis, komt ie aan. Klopt. Dacht ik al, heerlijke basis. Ja. Het sloppy effect. Het sloppy effect. Daarmee het ook Sloppy Joe. En eigenlijk is dit een Sloppy J. Sloppy J. Sloppy J. Dat is een beetje de pussy variant, hè? Sloppy J. Is een variant voor mensen die echt niet kunnen koken, zoals ik. Maar gaan toch gaan proberen. Krokante rode ei. Ja. En natuurlijk, omdat het niet alleen lekker moet zijn, maar ook een beetje mooi. Je hebt nog 2 minuten, hè? Wil jij zeggen dat je dit echt makkelijk binnen de tijd hebt gehaald? Dat ben je niet! Je hebt gewoon nog 2 minuten over, man! Succes. Maar dat betekent dat ik het dus ook... Ik heb 2 minuten. Ik ben zelf veilig nu, hè? Jij bent dat het duidelijk is. Ik ga sowieso niet aan de Tabasco. Ah, mag ik even proeven? Tuurlijk. Dit is wel echt heel lekker. En dat binnen 8 minuten. Oh! Oké. Wauw. Nu ga ik hem chillen. Ik zet hem even in de chill-modus en we gaan het weer even klaarzetten voor Jay. Ben je er klaar voor? Maar wat moest ik ook weer precies mee beginnen? Is het raar dat ik heel veel stress voel? Want ik ken jou al langer dan vandaag, maar je bent nerveus. Ik voel me als een vis op het droge. Oké. Okay. Wacht, hoe doe ik hem aan? God. Jay, echt serieus? Ja, nee. Gas? Ja? Vuur. Oh, het is deze. Ik dacht dat het niet was. Oké. Okay. Mr. Boske, de tijd gaat. Nu in. Oké, rustig. We begonnen met... volgens mij begonnen we met... Kut, ik kan ook helemaal niet snijden, joh. Kom nou. Waarom? Jij deed dit een stukje sneller. Oké, rustig. Hou hem chill. Geen stress, Jay. Hop. Zo, kijk. Doe maar extra rustig. Ja. En dan begin je met de basis. Ja. Hoe kan je dat praten en snijden tegelijk, joh? Wat is er? Wat is er? Ik ben gelijkmatige stukjes. Ik ben geen tv-kok, kapper. Nee, joh. Goed, gaat terug. Okay. Dan hadden we... Ui. Ui, welke is ook weer rode de ui? Rode ui, ja. Rode de helft ui. Gebruiken. Kom op, joh, ui. Oké, helft eraf. Hop. Of helft... Kontje laten. Kontje laten? Kontje laten. Kontje laten? Ja. Hoezo? Oké, kontje laten. Dan blijft de ui mooi ja? Stevig. Is goed. Hop. Dit zag ik jou ook doen. Hop. Zie je? Dit is... Hey. Kars fucking Spijkers, zeg het maar hoor. Is dat een kop trouwens? Dat is een tv-kop toch, Kars Spijkers? Ja, die is helaas wel overleden. Ja, dat was echt een... Ja, dat is heel vervelend. Ja. Maar een hele... Ja, dat is, die, wel een hele man aardig heeft mij wel geïnspireerd ook echt. Ja? Ben ik serieus, ja. Oké. Okay. Een Brabander dus, ook, hè. Maar dan hadden we dit. Jay, ik wil je niet opfokken. Nee. Maar je bent al 5 minuten voorbij. Nee. Ja. Dan gaat dit er meteen in. Wat denk je zelf? Oh, dit wordt een zooi, hè? Oh shit, selderij. Wat is er? Jouw snijtechnieken zijn echt magnifiek. Nee, serieus. Daar moet meer in. 2 stengels. Ja? Ja, joh. Het is toch raar dat mijn ouders 13 jaar een restaurant hebben gehad en dat ik niks kan. Nee. Helemaal niks. Hop, schoonvegen. Wacht. Waarom? Je scheelt de knoflook niet, hè? Oh. Oké. Hugo, blijf van mijn pan af. Ik ben je aan het helpen, het was aan het aanfikken. Oké, ja? Ja. Er komt nu niks uit, Jay. Nee. Jay! Ja, er moet toch een beetje... Kom nou zeg, hier. Kijk, hoppa, zo, een beetje zout. Echt alleen het gele. Alleen het gele. Alleen... Oh, ik doe het de verkeerde kant op. Je doet de verkeerde kant op. Ja, je hebt gelijk. Oeh, dat is heet! Oh ja, dat was vergeten te zeggen. Als je een oven opdoet, altijd 1 stap naar achter, dan kan de hitte even ontsnappen. Ja. Met de garde even doen, dat is lekkerder. Wat is de garde? Wat is garde? Die met dit is een garde. Oh ja. Dan kun je lekker luchtig kloppen ook. Kun je, oh ja. Altijd de garde gebruiken, dan kan je lekker luchtig kloppen. Wow. Ik ga deze van het vuur halen. Ja? Op jouw goedkeuring. Ja, hij is, wordt zwart nu. Ja? Ja? Je hebt nog 2 minuten, Jay. Oh, nee. Ja. Beetje kleur, een beetje bite. Wat hadden we die? 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 Bieslook. Oh, de bieslook. Ja, dat wou ik net zeggen, joh. Nee, ik wist dat je het niet vergeten was, maar... Ik denk wel dat die lekkerder wordt dan die van jou. Dat is echt een drama.
Oké, kom op. Broodje. Is je broodje klaar? Oh, hij is zo lekker krokant. Andere kant ook? Ja, hoe voel ik dat? Ja, onderkant zo krokant. Wow. Ik was zo dichtbij! Maar even, ik schrok hoe dichtbij je bent gekomen. Nee, maak hem even af, want ik wil toch even proeven voor je. Nu is het chill, pak je tijd, relax, je hebt nu verloren. Is het chill. Ik weet al dat ik aan de Tabasco moet. Ja, dat klopt. Dit okay. Was nog, nou, ik denk als je een minuut extra had... Had ik het nog niet gered. Dan had je nog niet gered. Nee. Ah, perfect. Is hij lekker? Nou, hij is echt goed. Ja? Dus binnen 15 minuten zou een normaal mens, geen topkok, dit gewoon kunnen maken. Jij bent een echte amateur, sorry, ik kan koken. Ja. Maar je had een minuut extra nodig. Had je hem gehaald? Wat wel zo is, is dat we... Ik moet aan de Tabasco. Ik zal hem niet te vol doen, goed? Nee. Nee, jongens, stop! Dit is een theelepel. Stop! Pak hem. Oké, dan ga ik nu aan de hete Tabasco. Duimpje Vergeet omhoog. Niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneren. Volgen, dat is eten. Het allerbelangrijkste. Eten. En nog even laten weten in de comments wat je ervan vond. Ja, ik probeer het uit te stellen, kom op. Kijk, een mooie kleurtje van. Oh, het gaat door mijn neus heen houden. Oh, wat erg dat ik hier om loop. Het is te grappig. Ik kan niks doen. Oké, ik ben oké. Ik heb respect. Bang. Respect. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ik had het nooit moeten beloven. Hoort dat zo? Of heb ik hem verkeerd? Ik heb hem verkeerd, hè? Ik vind het goed zo. Ik hou hem alleen zo. Maar het gaat nu al... Het gaat nu al fout. Helemaal top. Oké.